Hallo. Je moet dat zien, dat is echt zot. Hoe dat die vrouw hier moet bevallen. Amai. Oh my god. Ik kan me echt niet voorstellen dat ik hier zou bevallen. Ik had het eigenlijk echt niet zo erg verwacht. Ik wist wel dat Afrika was, maar dat het zo erg kon zijn. Oh, hier staan ze in of dat ze zo HIV-positief zijn, die kinderen en zo. Hier op dat blad, van de 10 of zo, toch 3, 4. Veel mensen weten dat niet van mijn mama. Ze zien mijn mama als de psycholoog die daar op tv komt. En ik vind dat echt iets om naar op te kijken. En ik zou dat graag later ook willen doen wat zij doet. Ik weet niet of ik het zou aankunnen, want het is wel zwaar. Maar ja, ik vind dat echt chic wat ze doet. De meeste van mijn vriendinnen vinden dat ook wel echt zot interessant. En vinden dat zot dat ik zo'n dingen al op deze leeftijd kan meemaken. Ja, hier naar Ethiopië gaan en zo. En dat kan niet iedereen zeggen op zijn 17 jaar. Doet het moeilijk, schatje. We moeten niet op alles antwoorden wat hij zegt, dat weet je. We moeten ook leren. Hè. Dat is een helemaal voet. Eens kijken. Rap, rap, andere winkel. Wie gaat er nu naar Engeland zonder paraplu, hè? Do you get good sex education? At school. Yeah. Yeah, but what do they teach you? Do they only talk about... What do they talk about? The important stuff. Do they talk about orgasm? No. No? So I need to come to Italy then also, not only England. Waren we nog naar de mis geweest vandaag? Zijn er niet veel meer, hè? Nee, dat zou ik nu in Goedelen niet meteen zoeken, eigenlijk. Bij ons zou het geen zondag zijn als we niet geweest zijn. Dus... Weet je wat onze pa straks zei? Die mannen zijn die van kerk, van parochieblad. Hè? Kerk en leven, dat is parochieblad. En waar is het fout gegaan met jou, Goedelen, dat jij de kerk in de steek hebt gelaten? Ja, wij hebben er vroeger al een paar discussies over gehad. Zodat ik zeg, ja, ik... Ik laat hun nu, ik laat hun vragen. Als kind, als ze kleintjes waren, toen gingen ze wel allemaal mee, hè. Maar nu zou ik dan... Ik zou dat ook meer vragen. Tot uw 18e, elke week naar de mis. Ja. Maar ik was toch te veel een wereldverbeteraar om de kerk te kunnen appreciëren. Wat ik bizar vind, is de opstap van kerk en leven naar de seksbijbel. Maar dat hoort ook bij het leven. Die seks hoort bij het leven. Hoe kon ik anders 5 kinderen gehad hebben? Hè? Die komen niet van de kerk, ze. Nee. Opa zal het helpen. Ja. Opa zegt, iedereen onder de 80 gaat in de rups. Armen in de lucht, dan. Kermis in Begijnendijk. Vader, moeder, 5 dochters en de kleinkinderen. Het geslacht Liekes. Opgegroeid letterlijk en figuurlijk onder de kerktoren van Begijnendijk. Goede Liekes komt langs met 2 leden van de seksacademie. Dat zijn mensen waarvan het seksleven een beetje was ingedrukt. En Goedele helpt ze daarbij. RTL Late Night, dus graag tot zo. Miss België hangt nog altijd in de inkomhallen. Ja, 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 dat blijft hangen, hè. Dat blijft. Mijn neefje kwam een keer binnen. Goedele, waar jij vroeger een soort prinses of zo geweest, hè? die hebben dan ergens iets gehoord. Die zien dat ding daar hangen met dat kroontje wat eigenlijk uit de carnavalswinkel kwam. Hè. Madame Mulair ging dat bij haar beneden in die carnavalswinkel altijd halen. En die kleine mannen die zeggen, oh, een soort prinses of zo geweest. Helaas, niks de prinses, zelf verdiend. Miss België 1986, Miss België, Disney Sound, 86.
In 1986 wordt de jongste dochter van het gezin in Oostende verkozen tot Miss België. Begijnendijk staat op zijn kop. En die won dat toch wel zeker. Dat stonden wij. Zomaar in de zaal. En die gevolgen die waren geweldig. Die reporters hier voor de deur, dat kun je niet beschrijven wat dat was. Dat was reporters van niet tot aan de kerk. En die moesten afwachten dat er niet een buiten was, mocht een andere binnen. Zeg, en waarom waren jullie niet in de zaal? Dat was, ik weet niet, 3000 frank was het nog per persoon. En ik had 5 kinderen en 2 van mijn kinderen gingen wel. Dus voor dan met 5 man naartoe te gaan, dat was niet te betalen voor ons in die tijd. Hè. En wij waren bij buren, bij vrienden hier. En ons Ziels die kwam ons binnenroepen en die zegt: mama, man, schoedelen wordt dat zelf. En dan stonden wij aan de grond genageld. En wat dacht je toen? Oei, oei, oei. Oh, ik zeg, die studies. Mijn eerste gedachte was die studies. Die gaan de wind in. Hè. Mooi niet. Mooi niet, nee. Hè. Kom jij van het kantoor in Hilversum? Ja, ik kom net. Met Claudia, van de redactie. Hi. Heb jij dan het boek bij? Aha. Ja, dus die ziet er vandaag heel moe uit dan als Umberto hem gisteren heeft gelezen. Dat is wel gewend. Hij heeft gisteravond in de Green Room al meteen een quiz met alle gasten. Meen je het? Oh, die quiz die hierin staat. Ja, we zat weer plaatjes te laten zien. En zo. Enfin, hij heeft zich weer geamuseerd, ons kind. Ja, zeker. Ik leg hem zo op tafel, hoor. Oké. Goed. Goedelen op de redactie van RTL Late Night. Een dagelijkse talkshow op de Nederlandse televisie. Log in om je leeftijd te bevestigen. Als ze zeggen, wil die daar nog aan beginnen, die vrouw, die op haar leeftijd? Niet schrikken, want ik ga even een sekstechniekje opzetten. En welke? Coital alignment techniek. Ah, die. Kort gezegd, de kat. Leest goede boeken, dan weet je dat wel. Coital alignment techniek is een manier van penetreren. Een basis missionarispositie, maar op een iets hogere manier van penetreren, binnenkomen, zo te zeggen, zodanig dat de clitoris ook onrechtstreeks gestimuleerd wordt. Dat in het kort gezegd. En dan wil ik in ieder geval applaus voor degene die Sex Academy presenteert, onze eigen Goedelen. Goedelen heeft een vaste rubriek in RTL Late Night, een eigen programma en een exclusiviteitscontract bij de Nederlandse Omroep. Ik ben in Nederland kunnen terug beginnen werken omdat ik in Vlaanderen gestopt was. Ja, er zijn nu... Ja, het was geen mooi einde in Vlaanderen, hè? Ah, jawel. Ik vind dat een super... Ik heb alles gedaan in Vlaanderen wat ik heb willen doen en mogen doen. En ja, zoveel jaar top-talkshows, zoveel jaar sterke vrouwen. Nee, maar je zou vandaag eigenlijk, zoals in het buitenland gebeurt, la grande dame van de Vlaamse televisie moeten zijn. En niet... in Nederland en in Engeland aan de slag moeten. Vind jij dat? Allee, dat is toch een upgrade als je dat in Nederland kunt gaan doen en in Engeland kunt gaan doen. Ik vind dat een upgrade. Ik vind dat geen... Dus nee, dat is nu... En ik ben daar jaren geweest en je moet dat ook niet constant willen blijven op dat stilstaan. Hè? Blijven staan is stilstaan. Goedemiddag, welkom. Maar ook Richard en Cindy, welkom. Is dat zeg maar waarom de mensen ook uiteindelijk zich opgeven? Nou, wel spannend, kijk wat het oplevert. Ja, maar kijk, het vertrekt niet vanuit een probleem. We zijn geen echt therapieprogramma. Waarom willen ze goedelen in Nederland? Omdat ik gespecialiseerd ben om het op een plezante, opgewekte en niet te zware manier over seksualiteit te hebben, terwijl dat toch... wetenschappelijk correct is wat ik vertel. En dat is blijkbaar een specialisatie die ik mezelf in de loop der jaren heb aangekweekt en aangeleerd. En gewoonlijk zorg ik voor de glimlach en de god, hoe geweldig, dat wist ik niet. Betrek mij niet in dit gesprek. Sowieso hoor ik dat het feit dat ik als Vlaamse dat iets zachter klinkt, iets minder hard. Weet je, neuken, laat ons eerlijk zijn, daar krijg ik geen goesting van. Hè? Mr. Short was a really nice man. He was listening, or at least he was acting as if he was listening. Maandag Amsterdam, dinsdag Londen.
Daar maakt Goedele voor Channel 4 het programma Sex Education. Vandaag mocht ze het gaan uitleggen voor de parlementsleden in de House of Parliaments. Durf je daar explicit language voor? Het was heel grappig op een bepaald punt, want ik was zo aan het uitleggen dat ik in die scholen bijvoorbeeld de tekening van de vagina en zo, dat 7 tot 8 op de 10 van die jonge mensen van 17 jaar, 16 jaar, dat die niet weten waar de clitoris ligt. Dus in het bijzijn van een conservatief member van de Houses of Parliament... spreek ik over de clitoris en de vagina en stond er een defibrillator in de buurt voor de conservatieve meneer? Zo erg was het niet. Yes, love. Taxi! I want a taxi! Na Nederland en Engeland volgt straks ook nog Duitsland. Oh, thank God. Het meisje van Begijnendijk is een internationale televisiester geworden. Zou ze zo in de Caraïbische sex education nodig hebben? Is dat geen idee? Ja, ik wil jullie wel bedanken voor jullie openheid. Want we lachen allemaal om, maar tegelijkertijd is voor jullie, heeft het jullie geholpen. Dus ja, wie zijn wij om daarover te oordelen? Ja, en het is de hele bedoeling nogmaals van vrolijk en grappig. En dat hebben plezier, zij maar schitterend gedaan. Sex Academy aanstaande maandag vanaf 9:30 op RTL 5. Dankjewel. Goedele, dankjewel. Richard en Cindy. Kijk, als je iemand op tv hebt die zonder dat je lacht en met een uitgestreken gezicht kan zeggen... nou ja, en de clitoris is gewoon langer dan we denken. Oh ja, Goedele. Ja. En in Nederland spreekt ze dat gewoon zo uit. En wij zijn het inmiddels gewend. Beauty and Brains. Beauty and Brains. Ziet er goed uit. En ze is niet op een mondje gevallen, zoals we in Nederland zeggen. Ja, allemaal bijna. Allemaal. Zo'n seksbijbel die ze dan geschreven heeft, die ik nog niet kende. En dat je, kijk, gewoon willekeurige pagina. Ik ga niet kiezen, gewoon willekeurige pagina. Welke vorm neemt zijn penis aan in je vagina? De penis, de vorm van de penis verandert kennelijk in de vagina. Welke vorm? Ik ben er niet. Het antwoord is boemerang. Kent u Hendrik Conscience? Nee. Dat is de schrijver waarvan ze in Vlaanderen zeggen dat hij zijn volk heeft leren lezen. Kunnen we zeggen dat Goedele het volk heeft leren? Wat Goedele, denk ik, in Nederland doet en al lang doet en heel goed doet, is onze kijkers en ook mij nog meer bewust maken van onze seksualiteit en de keuzes die je daarbij hebt. Dat hoeft je toch helemaal niet in Holland? Jullie weten dat al 50 jaar. Hebben jullie al die tijd zitten liegen? Ieder mens heeft erover zitten liegen. Ik denk dat als je van Zambia tot Zimbabwe, van Australië tot Antarctica, iedereen denkt dat ze het goed over seks en ze alles weten. Maar ik ben ervan overtuigd dat er nog heel veel verborgen seksueel leed is in Nederland en Vlaanderen. Dus ze kan nog wel even door. Zij kan nog een leven lang door. Ik heb wel het gevoel dat je veel bereikt hebt, maar je hebt wel een soort constante strijd. Je moet constant een voortrekker zijn. Maar ja, dat is zo in een visvijver ook. Er zijn allemaal visjes die zwemmen allemaal die kant uit. Dan is er één die de andere kant begint uit te zwemmen aan een tijd. En het laatste misverstand dan? Ik dacht echt dat jij opleefde bij die strijd. Oh nee, dat vind ik het grootste nadeel aan mijn vak is die strijd. Ja. Constant moeten uitleggen waarom je wat doet. Nee, dat is absoluut vreselijk. Zie je, kerel, hoe ik er al een stuk beter uitzie. Mijn moeder zegt dan altijd, Jezus Christus, die een mens had ook een constante strijd. Die wilde het ook goed doen. Ik weet zeker, heel zeker, als ik 50 jaar vroeger was geboren, dan was ik een missionaris non dan geworden. Ah, dat weet ik 100% zeker. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk. Goede likkers, de gerateerde non. Ik ben even sprakeloos, moet ik zeggen. Oké, zwijg dan even, Erik. Dat zal ons allemaal goed doen. S'avonds laat in Londen. Op een hotelkamer moeten de vragenlijsten voor de middelbare schoolstudenten nog worden verbeterd. Many girls enjoy masturbation as much as boys. True or false? True. Okay.
A girl can wear a condom. True. Just see. Ik ga hier showing off doen, hè. Wacht, ik ga nu moeten. Nu gaan. If a boy's penis is very small, he'll never be able to satisfy his lover. False. It's possible to get pregnant if you have sex during your period. True. You can be raped and not know it. True. Ben ik geslaagd? Very good. Very good. Wat is daar het gangbare resultaat? Is de onwetendheid nog groot? Wel, ik heb die dingen gedaan. Ik had zo... In het begin is dat een quiz, hè. Dan moeten ze zo aan de kant gaan staan van een bord elk. En dat was... Dramatisch, ja. Dramatisch. Natuurlijk, die zijn 16, 17 jaar. Dat is nog iets anders. En dat gaat over Britse kinderen? Het gaat over Britse kinderen, ja. Maar dat zou in Vlaanderen... Dan moeten ze dit doen. Niet anders zijn. Tekenen wat waar moet. Where's the clitoris? Uterus. Vaginal opening, clitoris, urethra. 7 tot 8 op de 10 hebben dat fout, hè. Ook de meisjes, hè. Ik ga dat aan doen, denk ik. Morgen een beetje kleur. I'm gonna add some color to my life. Pas op, hè. Daar ben ik nooit goed aan, die dingen. Nu ligt ze hier te lezen, maar eigenlijk is ze elke avond op de zwier in Londen, hè. Gaan ze denken. Ik mis natuurlijk mijn vriend een beetje en mijn hond, maar met mijn vriend kan ik bellen, met mijn hond niet. Maar verder, ja, ik vind dat eigenlijk wel plezant zo. Onze jaarlijkse bruine leffen, hè? Wij komen alle weken, dat zullen we niet meer tegenkomen, zo'n familie. Dus alle weken komen wij de donderdag hier bijeen, hiernaast waar mijn moeder woonde. En woont nu mijn broer nog. En alle donderdag komen wij dan met 13, 14, 15 broers, zussen en familie samen, iedere donderdag. De dolle donderdagbende, 80 plus, een hele hoop samen. Bijna allemaal 80 plus. Heb je al haar boeken gelezen? Boeken? Ik lees weinig of geen boeken. Maar goed, wat hij zegt, mijn boeken, vraagt hij. Ik heb er ingelezen, maar niet echt van haaltje tot daar. En nog, dat van nu ook nog niet. Ja. Ik heb ze wel uitgedeeld aan de dolle donderdagbende. Ja. En die vechten ervoor, maar vooral ook de kinderen ervan. Hè. Ja, je moet de mensen nog wat opvoeden, ook, hè, zelfs in begin en tijd. Ik zou ze nooit in die richting gestuurd hebben. Hè. Zeker en vast niet. Hè. Allee, man. En ik vind het nog altijd jammer als ik nu die kleinkinderen dat ik zeg... Ga toch in het onderwijs, dan zijn ze thuis als de kinderen thuis zijn. En dan moeten ze gaan werken en ze moeten, ja, en de kinderen moeten opgevangen worden. Grootouders. Dus liever in het onderwijs dan boeken schrijven? Ik zou ze allemaal in het onderwijs gestuurd hebben. Zet u je mail? Nee, zet u. Wat heb je dan gegeven? Ja. Zit er nog veel Begijnen Dijk in jou? Dat denk ik wel. Voor mij blijft Begijnen Dijk wel. Dat is mijn geboortedorp en ik ben hier. Ik heb nooit ergens anders gewoond. Begijnen Dijk is wel, ja, dat is wel mijn roots en mijn thuis. En om nu heel iets raar te zeggen, in mijn gedachten word ik begraven in Begijnen Dijk. Of dat nu een urn of een graf is, dat maakt me niet uit. Maar dat gaat wel in Begijnen Dijk. Dat is wel waar ik thuis hoor, om het zo te zeggen. Ja. Begijnen Dijk is mijn referentiekader om te beseffen... Ja, hoe goed dat je het hebt, eigenlijk wel. Een VN-convooi onderweg naar Awash in Ethiopië. Met Goedele Liekes en Merel, haar dochter van 17.
Ze is wel eens mee geweest naar Congo een keer. Toen was Celeste ook mee. Maar nu is ze natuurlijk op een leeftijd dat ze daar ook echt kan. Toen was ze nog jong zo. Nu vind ik dat ze daar echt wel iets kan aan hebben. Doe je iets voor het gezelschap of echt voor een vorming? Alle twee. Ik vind dat ook wel gezellig. En ik moet zeggen dat ik kom nu zoveel in Afrika en dat ik zo heel dikwijls in de auto zit en zeg... Ik moet een foto maken. Of hoe moet ik dat vertellen? Je wilt dat delen. En nu kun je dat delen. Wanneer ze slaapt. Laat ze maar slapen. Allee, laat me gerust, zeg. Laat dat kind een beetje slapen, jij. Awash is een dorp in een uithoek van Ethiopië, op meer dan 5 uur rijden van de hoofdstad Addis Abeba. Voor goedelen het begin van een kruistocht tegen de besnijdenis van jonge meisjes. Dat zal niet erg zijn als gewoon een spinnenbeet. Heb je gehoord wat ik zei? Ik durf geen kick te geven. Ethiopië is nog altijd een van de armste landen ter wereld, samen met Haiti en zo. Maar als je ziet wat ze hier gedaan hebben, bijvoorbeeld de infrastructuur. Oei, allemaal een hele weg vol apen. Oh, kijk, een klein baby-aap. Oh. Oh, my god. Oh, my god. Oh, daar is een baby. Het een klein snoetje daar zo tussen. Oh. Heeft wel een vieze poep, hè. Vrouwenbesnijdenis is in Ethiopië al sinds 2010 bij wet verboden. Maar de boodschap is nog niet altijd en overal doorgedrongen. Het is vaak vechten tegen de bierkaai, ook voor goedelen. Ik ben ervan overtuigd als dat je heel veel kunt veranderen. En dat gaat ergerlijk traag. En dat vergt veel energie. Maar je ziet dat je heel veel kunt veranderen als je het op de juiste manier doet. Maar iets wat ergerlijk traag gaat, daar word jij toch een beetje tureluurs van? Dus dat was het tweede stuk van het antwoord, dat ik daar zelf ook heel veel van leer, heel veel aan heb. Bijvoorbeeld geduld hebben, diplomatisch zijn een beetje. Je kunt, als je iets wilt veranderen, is dat niet altijd door daar bam mee tegenin te vliegen. Dus je moet dat vaak op een slinkse wijze. En dat heb ik een beetje geleerd bij de UN toch wel. Dus als je thuis wat geduldiger en wat diplomatischer bent geworden... Dan is dat dankzij het werk dat ik hier doe, inderdaad, absoluut. Ja, ja. Zeg Merel, wat denk jij te zien vandaag? Kindjes. Kleine kindjes, dat we kunnen meepakken naar huis. Nee. Wat gaan we zien, ja. Ik hoop echt kindjes te zien en gewoon iets kleins bij te leren. Op tv zie je dat natuurlijk allemaal, maar hoe dat in het echt is, dat kun je alleen maar zien met je eigen ogen, denk ik. Dus een klein beetje confronterend gaat dat toch wel zijn, denk ik. Oh, kijk hoe schattig. Dat is het schattigste ooit. Oké, okay, thank you, George. How cute. Hallo. Hallo. Maseni. Oh, kijk deze, wat een mooie. Hallo. Het VN-convooi arriveert in Awash. Goedelen komt seksuele voorlichting geven aan kinderen tussen 6 en 12 jaar oud en hen waarschuwen voor de gevolgen van vrouwenbesnijdenis. Wow. Please, sit down, please. I will. Hello. Oh, zit die schattige snoetjes allemaal. Zeg, ga je die kinderen seksuele opvoeding geven? Dat is zo'n beetje klein, denk ik, hè. Ik denk dat ze die grote loebassen hier gaan aanpakken. Ze. Pardon. Ook de twee lokale lesgevers blijken piepjong te zijn. Mugher en Justin zijn 14 en 10 jaar oud. So he's giving sex education. Sex education, ja. We willen weten hier later. Dat is een jonge concurrent dat ik heb. 10 jaar. Zo schattig kleintje nog als je hem ziet, hè.
Maar het is wel een held. Je ziet, het is wel de Justin Bieber van Torp, hè. De les gaat beginnen, Merel. ስለሆነ እናንተ ምናግራችሁ የተዋልዶኝው የተዋልዶ ጤና ማለት የመግዛትና አቅምን ያገናዝባል የጥራትን ይሄንን ካደረግን ማለት ነው በቤተሰባችን ውስጥ የመውሊድ የማህበረሰብ የአኗኗር ዘዴዎች በአንድ ተግባር ላይ ደጋግሞ በመሳተፍና ተከታታይነትና ለምሳሌ አሁን በቴሌቪዥን እንደሚተላለፈው እኔን ከእናንተ ውስጥ ጥቂት ሊመልሷል እናንተ ካላችሁ ተነግሩ Do they also sometimes talk about sex, really, or is it just a question? No problem. No problem. Okay. Aye, but I can't boost. So like, we're talking about what? Yeah, we are talking. Yeah, we will talk and we had talk. Can I ask also which one of the girls did have FGM, did have the cutting, or is that too sensitive to ask? Bijna de helft. Ja. Ook Mujer, het meisje van 14 dat seksuele voorlichting geeft, blijkt kort na haar geboorte besneden te zijn. So how old was she when it happened? But the circumcision itself, if it's very painful, they will remember. Maar mama, als ze 7 dagen oud zijn, zegt hij, hè, dat gebeurt. Nee. Jawel. Newborn, it cannot fail. Ah, 7 7 days old. Ja, sometimes some days. So she must have been a baby. En dan komt een lokale wijze uitleggen hoe de kinderen worden besneden. Before the cutting, she prepares ash. You know ash? Ash and this perfume. Yes. There is the ash and the perfume in the hair. Then first she cuts the labia majora or the upper parts of the vagina. She cuts and she put under the ash and the perfume. Then she proceeds to the second one. She puts all, after all cutting the, and putting the ash and the perfume. But what the, can I ask? So she put the labia, what she cut off, in the ashes yes. to vaporize. Yes. And what are they? Are they closed or only cut? Yanchi se tenya ufarte na oni. Bete se post ro wes. Bete korreta. Bete se post ro. She's the only the cut one. Only cut. No. Not closed. Oh my God. Can you ask the man, the father, does he have daughters? If his daughters did have cutting? Siyat li jim fan ni darash li ngim gun ahun selagir zat bokul andi lamist wala jishlet daraju yuchum wala jichum andi lamist daraito. Gewoonlijk krijg je zo'n heel discussie van ja, maar ja, het is toch traditie en je moet dat wel doen en anders worden die meisjes allemaal losbandig. En ik heb nog nooit, zoals die oude man die daar zat, de vader, ik heb nog nooit een man van die leeftijd in dit soort regio's in volle overtuiging horen zeggen nee, moet ermee gedaan zijn en we hebben zelfs een structuur opgezet zodanig dat we het kunnen bestraffen. En dat vind ik absoluut een enorme vooruitgang. Dus is wat anders dan een lintje, hè? Dank je. Dank je. Intussen blijkt het echte lesmateriaal voor de veiligheid te zijn opgeborgen in een aanpalend lokaal. Ah, hier, kijk. Ah, wow. Er is één ding dat er niet tussen hangt. De vagina bedoelde. Ja, maar dat is bij ons ook niet, hè.
dat mag niet getoond worden, dat is altijd zo. Ik heb bij ons in België een keer in mijn magazine allemaal vagina's gezet. Ik kreeg nogal op mijn donder in heel het land. Hè? Al die, dus wat zouden ze dat hier gaan doen? In Engeland wordt clitoris niet over gesproken. Zouden ze dat hier doen? En hier bestaat dat niet meer. Merel, heb je iets bijgeleerd vandaag? Die vertellen meer dan bij ons in de seksklasse. Wat dat hier allemaal vertellen, dat vond ik zot. Ik was dat eigenlijk daarnet aan het denken. Als jij nu is... Nee, ik doe je job niet. Dat is niets voor mij. Ja, maar niet mijn job doen, maar gewoon een lezing gaan geven in een paar scholen. Nee. Allee, meer. Maar daar heb je jongste dochter voor die dat zo zeggen kan. Waarom? Jij durft dat niet. Nee, jij durft dat ook niet, dus... Ah, wel, maar je moet de dingen doen die je niet durft. Durf jij dat niet goed? Maar nee, mama, wat? Jij bent jezelf zwaar aan het tegenspreken. Hè? Je moet de dingen doen die je niet durft. Ja, ja. Dus je gaat al zelf een lezing geven. Durf jij geen lezing gaan geven op Belgische scholen? Ik durf dat ondertussen wel, maar ik ben daar toch altijd heel nerveus voor als ik ergens een lezing of zo moet gaan geven. Dus als ze jou morgen vragen van de gemeenteschool in Begijnendijk, kom hier eens een lezing geven, dan sterf jij van de zenuwen. Ja. Moet u zelf voortdurend overtreffen, vind ik. Ik denk duizend keer per dag, oh, dat durf ik niet. Dus je bent constant aan het twijfelen aan jezelf. Dat is een breekbaarheid die je eigenlijk weinig toont. Dat mag ook niet. Je mocht nooit je breekbaarheid tonen. En zeker niet in Vlaanderen, want ze kappen je kop af waar je bij zit. Nee, 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 nee. Dat zou ik iedereen zeggen die in de media werkt. Nooit je echte breekbaarheid. Er zijn veel mensen die een sortiment breekbaarheid tonen. Maar als je echt breekbaar zijn, als je begint te manken, dan hebben al die hyena's die, hè, zoals dat is, rond een kudde hangen, zodra er die een achterste mankt, springen ze in je nek. Je gaat er nooit over praten. Nee, nee. Nooit. We rijden naar Huri, een dorp in het straatarme grensgebied tussen Ethiopië en Somalië. Het is er bloedheet en de zandstormen volgen elkaar op. Maar Goedele wil hier per se de confrontatie aangaan met de zogenaamde vroedvrouwen die jarenlang jonge kinderen hebben besneden. De ontvangst lijkt hartelijk, maar schijn bedriegt. Ja, wel serieuze geweren of is dat niet echt? Ja, ik had dat nog niet gezien, maar die, dat zijn van die kalasjnikovs die met plakband aan elkaar hangen of wat? Or is it a real gun? Yeah, a real gun. Why you have it? In the rural area is not problem. Ah ja, geen moeilijke vragen stellen. Oké, oké. Oké. Nu krijg je gebruikelijk de speeches van alle mensen die vinden dat ze belangrijk zijn. En tegen deze mensen ga jij vertellen dat ze niet mogen besnijden. Dat is... En dan start dus het officiële programma. Goedele moet vooral zitten en zwijgen. Wat is nu weer? Assalam alaikum. Assalam alaikum. Hallo, goodbye. Assalam. Mannen aan de macht hier. Ja, die hebben hier wel... Ja, ze hebben het natuurlijk wel al toegestaan. Dat is al veel, hè. Vroeger, no way, hè. Oh, maar ik wil echt
Maar na de zoveelste paringsdans is het geduld van Goedele helemaal op. Oké, okay, shall we talk to the TBA's? Oké, okay, we gaan met die vroedvrouwen praten. Ze moet en zal de vrouwen zien die jarenlang elk pasgeboren meisje in dit dorp hebben besneden. Ah, hier zitten ze. Oké. Okay. Wat dan volgt, heeft weinig van een gesprek. Alles van een politieverhoor. Op een stok gaan zitten. Het zijn geen kippen. Allee, nu ben ik echt een heks. Omringd door de onvermijdelijke mannen met de kalasjnikovs. Maar Goedele gaat geen enkele vraag uit de weg. Hoe dit de cutting? How old were the children she did it to? How old? Barut Arabs. So they had to cut it open? Yeah. Like this? Yes. Like a knife, yeah. Like with a knife up? Yeah. Oh, God, miljard. Middeltje, kunnen nog voor. She's getting a bit white. She not ever. How big is the opening? Is it this big or this big? One finger. So, how does the intercourse go then? If your man or your husband is very strong, he can penetrate. But then it breaks. Yeah, but the man or husband is weak. But, and it opens and it's bleeding. At least 3 days. After 3 days, he will penetrate. Why does he like uncircumcised girls? Ina wo bikir ka look suge barra dumi adala kubara bikir mali look musugo. What kin ni sabat ha? Bita ka kalim barra. Dikibta sa kubia kita dalta sa kubia kita. Het gesprek en vooral de reacties worden grimmiger. De lokale mannen zitten duidelijk niet te wachten op een blanke sekstherapeut die hen de les komt spellen. De gids vraagt met aandrang om te vertrekken. Oké, we zijn allemaal samen. Clitoris. Terwijl iedereen stilletjes de aftocht blaast, valt op hoe vooral Goedele zich door niets of niemand laat intimideren. Er waren heel veel mannen die duidelijk aan een chat hadden gezeten. Hè? Die typische drugs van hier, die blaadjes. En dat is natuurlijk... Ik ben al een paar keer weggeduwd als ik over dit soort zaken aan het praten was. En ik heb daarnaar gekeken en ik had wel zoiets van... Merel, kom eens dichter bij mij staan. Meer om Merel te beschermen. Maar ik heb altijd het gevoel dat er niks gaat gebeuren. En dat je mensen wel tot reden gaat kunnen brengen. Wat natuurlijk niet het geval is. Je ziet wat er in Somalië allemaal gebeurt en heel die grensgebieden hier. Maar op dat moment ben ik zo gefocust op wat ik wil vertellen en wil horen en wil te weten komen, dat ik daar eigenlijk niet bij stilsta bij wat gevaar zou kunnen zijn. Absoluut een vreselijke wereldverbeteraar. Een beetje een scheldwoord ook, hè? Een wereld. Ik weet het, ja, ik weet het. En ik kan dat niet helpen. Ik ben absoluut een wereldverbeteraar. Ik doe alleen nog sinds ik 50 ben de dingen die en plezant en interessant zijn. Dus dat is niet zo'n eenvoudige combinatie. Ja, dat moet boeiend zijn, inhoudelijk boeiend zijn, maar dat moet ook plezant zijn.
En een pure wereldverbeteraar die gaat alleen daarvoor. En ik ga ook voor de dingen die plezant zijn. For your fish. Now I'm shoveling your bits in two piles on the floor. Wat een heftig leven, hè? Maar wat een heerlijk leven. Allee, joh, ik heb voor 10 mensen geleefd. Als ik volgend jaar dood ben, of als ik neerstort op terugweg van hier, dan moet je blij zijn. Ze moet geen verdriet hebben. Ik heb geleefd voor 10 man. Ik heb voor 3-dubbel aantal levens geleefd. Ik heb me zo top geamuseerd dat ik... Ik heb me heel vaak afgevraagd waarom ik zoveel chance heb. Niet vechten, hè. Heel vaak denk ik, waar heb ik dat aan verdiend? Misschien zal ik in een vorig leven iets fantastisch gedaan hebben om dat allemaal te mogen en kunnen doen. Like a mouthful of rain at 12 o'clock, a bell starts ringing, a dog starts barking, and you're still missing. I'm holding on, 'cause my revolver, and I dreamed of it. Wat maak je voor diner, schat? Wij eten een pompoensoepje. En dan eten we een kleine lasagne en een salade. Oké. Okay. Vinaigrette. Ja. En welke fles moet ik uit de kelder halen? Ik bedoel, Jozef. Jozef? De butler! Ja, ik ga hier een, maak hier een film. Zeg dat dan even, geef me een draaiboek dan. Zit Jozef in de kelder?